Welkom. Opnieuw even een speciale situatie. Op 22 juni sta jij in het Zilvermeer. Om 2 uur, of beter nog 10 à 2, breekt er een onweer uit op het Zilvermeer. Jullie kennen de noodprocedure. Iedereen gaat van het aquapark, gaat in het watersportgebouw schuilen, niet in de containers. En uiteraard vragen deze mensen hun geld terug of hun sessie terug. U weet, geld teruggeven, dat gaan wij niet doen. Wat wij wel gaan doen, is ervoor zorgen dat zij deze sessie op een ander moment opnieuw kunnen inplannen. Hoe ga je dit doen? Je gaat op de deelnemers die op het aquapark zaten. Voor alle duidelijkheid, als deze sessie onderbroken was om 2:50, gaan wij deze niet teruggeven. Dit is gewoon jammer, maar was de sessie maar heel kort bezig, gaan wij deze teruggeven. Op volgende manier, je gaat voor de naam van de deelnemers klikken. Je gaat met de geselecteerde items ga je de cursus teruggeven. De cursus teruggeven met een vermelding. Cursus omwille van onweer. Vroegtijdig stopgezet. Vroegtijdig stopgezet. Voilà, jullie gaan deze cursus teruggeven. Voilà, deze personen zijn eruit. Zullen hun cursus binnen hun eigen account opnieuw op een ander moment kunnen inplannen. Iedereen tevreden.